Kan jij deze video liken met je duim? Ik daag je uit. Vandaag checken wij de beste geheime plekken en de gekste mythes in Brookhaven. Er zitten 4 geheime woorden in deze video. Reageer zoals je ze hebt gevonden. Stel voor, ik zou de burgemeester zijn van Brookhaven. Hoe zou het er dan uitzien? Wat zou er dan anders zijn? Nou, om mee te beginnen, wanneer je gespand bent, zijn er puppies. Want kijk hoe schattig ze zijn. Ik bedoel, er zijn nog geen huisdieren in Brookhaven. Maar als ik burgemeester ben wel. Wat er ook is, is deze speedcoil bij de spam. Zodat je overal gelijk naartoe kunt rennen. En daarover gesproken, het zwembad is gevuld met slime. Waarom zou je water willen? Dus als je nu naar boven klimt en je glijdt het zwembad in, wat niet werkt. De glijbaan is stuk als ik burgemeester ben. Oh, dat geluid. Maar daar stopt het niet. Want in de supermarkt is al het eten 100 keer groter. Moet je opletten. Ik ben de grootste chipjes ooit aan het eten. Hetzelfde geldt voor de pizza, voor deze appel die is omgevallen. En zelfs voor de frisdrank. Klinkt lekker. Oh my gosh, dit moet wel het grootste blikje cola ooit zijn. Het is zo groot dat als ik het drink, dat het door mijn hoofd heen gaat. Maar dat is nog maar één van de vele aanpassingen die ik zou maken als ik burgemeester ben. Want boven de supermarkt is er nu een pizzakamer. Dit is de mama pizza, dit zijn de baby pizza's. Maar moet je opletten. Dit is het allergrootste pizzastuk ter wereld. En ik kan hem inderdaad gewoon eten. Alleen steeds als ik dat doe, dan draai ik automatisch om. Want dit ding is groter dan mijn leven. Oké, we gaan met de grootste pizzapunt naar beneden. Ik neem nog even een slokje van mijn grootste cola. Want er is meer. De kapper is namelijk overgenomen door Bigfoot. Ik bedoel, denk erover na. Niemand is zo behaard als Bigfoot. Dus als er iemand is die verstand heeft van haar, dan is het Bigfoot. Ik heb de kapperszaak om die reden ook aan laten passen. Ik heb er wat boompjes en planten neergezet, zodat Bigfoot zich thuis voelt. Ik heb honger, McDonald's. Oh ja, goed dat je het zegt, Bigfoot. Brookhaven staat bekend om het restaurant, wat altijd open is. Nou, het is nu een McDonald's. En oh ja, ik heb de grootste Happy Meal ter wereld voor de deur laten zetten. Reageer, Brookhaven. Als jij hem wil hebben, dan geef ik hem misschien wel. Oké, dus wat is er nu anders? Ja, niet veel. Het is een McDonald's, hè, dus je hebt de McDonald's clown. En je hebt McDonald's. Laat ook in de reacties weten wat jij zou bestellen. En oh ja, geef even een leuke naam voor de puppy die hier loopt. Club Brooks. En wat ik er heb laten maken is een discovloer en een discobal. Dat is eigenlijk ook het enige. Maar nu hebben we dit. Het kantoor van de burgemeester. Ik ben de burgemeester. Om mee te beginnen heb ik het vloerkleed laten vervangen met een watermeloen. Heb ik een taart die je op je hoofd kunt zetten van watermeloen. En hier heb ik mijn assistente. Het is een watermeloenhaai. En hij heeft ook een hoofd als watermeloen. Maar hier stopt het niet. Want in de ijswinkel heb ik nu het grootste ijsje ter wereld. Nou, dan hebben we hier nog een ijskowagen. En dan hebben we hier de arcade. Wat ik daar heb laten plaatsen zijn al deze grijpmachines. Job, waarom? Zodat alle bewoners in Brookhaven hun geld erin gooien en ik rijk word. Beste idee ooit. En oh ja, als je dan hier naar boven loopt, het grootste stuk taart ter wereld. Al het eten is groter als ik burgemeester ben. En ja, ik kan het ook echt eten. Alleen dan val ik letterlijk door de vloer. Maar geloof me, dit is pas het begin. Want het politiebureau is overgenomen door Poppy Playtime. Het viel mij op dat gevangenen altijd weten te ontsnappen uit de Brookhaven gevangenis. Nou, niet voor lang. Want als ik burgemeester ben, heb je bij elke cel een mommy longlegs ervoor staan die de gevangenen tegenhoudt. Of opeet. Dat zou ook kunnen. Maar we gaan snel verder. Als je namelijk naar het ziekenhuis gaat, dan heb je daar iets om sneller beter te worden. En dat is de grootste gravity coil ter wereld. Hiermee kun je hoger springen. En oh ja, er zijn ook aliens nu in het ziekenhuis. Het is een geheim lab. Zou ik nu het dak op kunnen springen? Oh, maar het beste moet nog komen. De Brookhaven Bank. De plek waar ik best wel vaak naar binnen ga om de bank te overvallen. Alleen als ik burgemeester ben, is dat niet nodig, want de bank is gewoon open. Je kunt alle Robux pakken die je nodig hebt. Er zijn hier zelfs wat diamantjes. En als je echt in een goede bui bent, heb je zelfs de Robux Dominus. Super cool. Ik bedoel, ik ben de burgemeester. Als het geld op is, dan print ik er gewoon meer geld bij. Oké, we gaan weer verder. Want als ik zeg dat er nog veel meer is, dan meen ik dat. Zo is de kledingwinkel een beetje aangepast. Je kunt er nu niet alleen kleding kopen, maar je kunt jezelf ook veranderen in je favoriete creepypasta. Ik bedoel, waarom niet? En oh ja, dan hebben we dit nog. Dit is een klein gebouwtje waar ik niks heb geplaatst, omdat er zo weinig ruimte is. Dus help mij mee in de reacties. Als ik de burgemeester ben, wat moet ik op dit kleine oppervlak plaatsen? Ik heb geen idee. Maar nu mijn favoriete winkel. En dat is hier. Normaal gesproken staan hier wasmachines en zo. Maar ik heb er een Bloxy Cola winkel van gemaakt. Dus letterlijk als je naar binnen loopt, kun je zoveel Bloxy Cola drinken als je wil. Nou, dan neem ik mijn Bloxy Cola mee, want hier aan de achterkant, als je een klein beetje kunt parcouren en oplet voor de spikes, heb je een geheime trap naar beneden. En als je daarin loopt, tada! Hebben we de Rainbow Friends. En die staan hier om iets te bewaken. Namelijk de Rainbow Dominus. In Brookhaven zijn er best wel veel geheimen, maar dit vind ik de gaafste tot nu toe. Maar ja, die is er alleen als ik de burgemeester ben. Dus stem op mij. Dat kan niet. Maar het zou best wel cool zijn. Maar nu wordt het spannend. Want de Brookhaven school is een klein beetje aangepast. Als je daar nu naar binnen wil, als ik burgemeester ben, dan moet je eerst door de backrooms. Oh, dit is zo raar. Ik ben binnen een seconde van Brookhaven in de backrooms gelopen. En als je dan doorloopt en doorloopt en tacos eet. Nee, Bob. Als je doorloop, dan kom je uit in de school. Maar daar ben je niet alleen.
daar ben je niet alleen. Dit hier is het backrooms monster. Oh, okay. En dit is eigenlijk een soort van de nieuwe leraar. Maar ik ga er snel weer vandoor, door de backrooms. Wat eng is, maar toch ook een beetje cool. Want de daycare, daar heb ik eigenlijk niks anders gedaan dan een springkasteel geplaatst. Ik weet ook niet waarom. Nou, ik ga even het slime zwembad in. Oh, dat geluid is nog steeds zo buh. En dan gaan we naar de hotels toe. Daar heb ik namelijk 4 superauto's neergezet. We hebben hier de rode, de gele, de groene en wat is dat? Ik bedoel, het is een auto, dat kan ik ook zien. Maar, oh my gosh, dude. Dat geluid. Dat geluid. Oké, ik ga eruit. En dat brengt mij gelijk bij het volgende. Dit is Lake Madison. Een plek met normaal gesproken water. Maar niet als ik de burgemeester ben. Als ik de burgemeester ben, is het namelijk een mega grote ballenbak. Een bak met ballen. En daar hoort natuurlijk een mega grote glijbaan bij. Bereid je voor op het meest epische moment. 3, 2, 1. Yes, yes, yes. Zo, dat is jammer. Nou ja, dan spring ik er zelf in. Let's go! En dit is ook gelijk de beste verstopplek. Ik bedoel, je ziet letterlijk niet dat ik in deze ballenbak rondloop. Het is zo gaaf. Ja, maar Job, waar woon jij in Brookhaven als je burgemeester bent? Ik heb trouwens een vliegend tapijt. Ik weet niet of dat vals spelen is. Ik vind van niet. Ik ben de burgemeester hier. Maar dat zal ik laten zien. Aanschouw mijn Brookhaven huis. En ik heb natuurlijk de beste bewaking ooit. Namelijk Boxy Boo. Boxy Boo die staat hier om mijn huis te bewaken en uit te kijken. Oh ja, ik heb een vulkaan laten maken. Dat is ook wel cool. Maar mijn huis, laten we daarmee beginnen. Als je naar binnen loopt, heb je helemaal niks. Dan loop je de trap op, dan loop je nog een trap op. Klein laddertje. En dit is waar het om gaat. Dit zijn de beste computers ever. En hier maak ik al mijn YouTube-video's. Eigenlijk niet, want dat zou raar zijn. Want dan maak ik een YouTube-video in Roblox, waar ik dan een YouTube-video maak in Roblox. Ik snap het niet meer, maar het is wel cool. En ik heb er 2, want ik wil er ook één! Bob wil er ook één. Maar dat is niet alles. Er is namelijk een mega hoge berg in Brookhaven. En ik heb het altijd als zonde gevonden dat hier niet iets moois gebouwd staat. Ik bedoel, je hebt er een soort van drones waarmee je over de stad kunt vliegen. Maar stel voor je hebt geen zin om te vliegen, maar je wil gewoon lekker ontspannen gaan zitten. In het reuzenrad bijvoorbeeld. En dan moet je opletten wat voor prachtig uitzicht ik heb over heel Brookhaven. Dit zijn de meeste dingen die ik zou willen zien als ik burgemeester ben. Wat ik niet ben. Maar het zou wel cool zijn. En oh ja, ik vind dat iedereen een vliegend tapijt moet hebben. Dat is de snelste manier van transport. Dat betekent dat je dus heel snel woem woem. Woem woem. En oh ja, dat is nog steeds niet alles. Als ik namelijk de burgemeester ben, dan heb je in de brandweerkazerne de kleinste brandweerauto ooit en de grootste brandblusser ooit. Job, werkt die? Ja, natuurlijk werkt die. Ik bedoel, kijk. Dit is inderdaad de allergrootste, maar werkende brandblusser ter wereld. En oh ja, bijna vergeten. Hier kan je jezelf veranderen in Batman. Maar wat je ook kan doen, is de Batmobiel inspringen. Nou, ik zet hem aan. Dat geluid. Oké, we vertrekken rustig. Maar ik kan je verzekeren, dit is de allersnelste auto die je ooit in Brookhaven hebt gezien. En daarmee gaan we naar de vulkaan. Oh, snap. Oh, uh-oh. Ik bedoel, Blijf altijd in de Batmobiel. En oh ja, bijna vergeten. Ik heb een geheime kamer laten maken. Of eigenlijk moet het uiteindelijk een geheime bunker worden. Er is daar namelijk een vulkaan met lava. Lava is heet. Dus als je hier wilt wonen, dan zou je onder de grond wonen. En dan heb je hier een bunker en dat is cool. En ja, er is vast wel een colaatje of 2. En dat vat het zo'n beetje samen. Dit is wat je zou hebben in Brookhaven als ik de burgemeester ben. Geef mij een cijfer van 1 tot 10 in de reacties. 1, slechtste burgemeester ooit. 10, beste burgemeester ooit. Ik was hier een beetje aan het rondlopen in Brookhaven. En ik probeerde eigenlijk hierop te klimmen. Maar voor ik het wist, viel ik naar beneden. En niet zomaar. Ik viel ergens hier naar beneden. En volgens mij... Oh, dude. Dit had ik net niet gezien, want ik ging gelijk weer naar boven. Ik heb hier letterlijk een kleine geheime kamer gevonden met Robux. En een code. 24412. Oké, wacht even. Maar kan ik dan ook weer terug naar boven? Ja, dat kan. Oké, dus voor iedereen die Brookhaven kent. Je hebt zeg maar deze soort van boog hier. En als je er dan dus omheen loopt, dan val je ergens naar beneden. En dat is hier. En dan ben je dus bij de Robux en de geheime code. Ik heb er even een zaklamp bij gepakt. Want volgens mij kan ik hier ook nog onder kijken. Wat is dit? Dit ziet eruit als een soort van grot. En ik kan hierin. No way! Besef even hoe gaaf het zou zijn als je hier je eigen huis maakt. Wacht, volgens mij kan ik dat. Moet je opletten. Ik heb dit huis hier neergezet. En dan zet ik er allemaal lasers omheen. Dus nu heb ik letterlijk het best beveiligde huis in Roblox. Dus ik ga er snel weer van tussen. Want dit doet mij denken aan iets waar ik laatst mee bezig was. En dit is gelijk een goede plek. Want het was dit huis wat ik nu opbouw. Wauw, Brookhaven is zo mooi in de avond. Waar ik even geleden, even het lampje aan, met mijn schep. En dat was het volgens mij wanneer ik hier naartoe liep. Ja, er heel graag achter wil komen wat er gebeurt. Als ik bij dit kruis hier ga graven. En dit is dan eindelijk het moment. Oké. Gaat er nog wat gebeuren? Misschien is het niks. Wat is dit? No way. Dit ziet eruit als een soort van kelder. Hier ben ik nog nooit geweest. Wat hebben we hier? Een soort knop? Ik heb erop gedrukt.
Wacht eens even, zag ik dat nou goed? Ik drukte volgens mij op deze knop. No way, snel, snel, snel. Wat is dit? Oh my gosh. Misschien had ik daar beter niet kunnen graven. Wat is dit dan? Uh-oh, wees serieus. Kan ik hier nu nog wel weg? Oh my gosh, nee, dit is niet goed. Misschien dat daarop dit skelet hier ligt. Ik ben niet de eerste speler. En je zou misschien denken, hey, er is een trap en een deur. Maar deze deur, die werkt natuurlijk niet. We zitten letterlijk onder de grond. We komen net uit het plafond vallen. En dan is hier een soort van plant. Er zijn hier allemaal dozen. Wacht, ik heb een idee. Ik neem gewoon een van deze dozen mee. Om te kijken wat daarin zit. Dus ik ga hier snel weer naar boven toe. En weet je wat? Laten we het hier checken. Er zit in... Wat is dit? Het is een soort van machientje. En het maakt een piepgeluid. Wacht even, het signaal wordt sterker als ik naar beneden loop. En nog sterker als ik naar buiten ga. Wacht even. Volgens mij wil het dat ik naar beneden toe loop. Maar daar kwamen we net vandaan. Dat is waar die grot is. Oké, wacht, ik neem het mee. Het gepiep wordt luider. Oh, precies, dat was hier, hè, net. Ja, en oh, dude. Ik kan bijna niks zien, maar hier in het midden is het sterkst. Het signaal. Oké, ik heb mijn zaklamp bij hem om even te kijken of ik echt in het midden sta. Ja, dit is het midden. Oké, dan pak ik mijn schepper bij. Je kunt het niet goed zien, sorry. En dan begin ik hier weer met graven. Volgens mij zijn we iets op het spoor. Waar ben ik? Dit lijkt wel een soort van ondergronds... Ondergronds lab. We hebben hier... Is dit een UFO? En we hebben hier een speler? Welke speler is dit? En waarom zit hij in deze soort van buis? Dan hebben we hier allerlei kleuren potions. Misschien geven deze je wel superkracht. Laserogen, teleporteren, vliegen, snel rennen, door muren kijken. Ik weet het niet. Dan hebben we hier een soort van zombies. Oké, luister. Ik heb geen idee of ik hier überhaupt wel mag zijn. Maar ik zou bijna denken dat dit een soort van geheim laboratorium was van Mr. Brookhaven. De eerste bewoner in Brookhaven. En dat hij hier buitenaards leven, wat misschien ooit Brookhaven heeft bezocht, onderzoekt. Oké, wacht even. Er is hier een ladder die mij naar boven laat gaan. Dus misschien... Oh my... Oh, ik val. Ja, dat is niet cool. Wacht eens even. Volgens mij is dit een standbeeld van Bulderman. De Bulderman zijn de mensen die Brookhaven letterlijk hebben gebouwd. En daarom waarschijnlijk ook een goud standbeeld. Het is een heel belangrijk iemand. Is dat een portaal? Oké, wacht even. Ik heb hier denk ik alles wel onderzocht. 3, 2, 1... Ik ben weer terug in Brookhaven. Dit was raar. Maar toch eigenlijk ook wel een beetje cool. Misschien wel even cool als de duikplank in Brookhaven. Wat gebeurt er eigenlijk als ik daar op blijf staan? Ga ik dan steeds hoger? Oh, dude, dat is best wel hoog. Moet ik vaker op zoek gaan naar dit soort geheimen in Brookhaven? Laat het dan in de reacties achter. Oh, wauw. Dat is een huis wat ik bijna nooit zie in Brookhaven. De meeste mensen kiezen altijd voor het grootste en het duurste huis. Maar dit ziet er super gezellig uit. Wacht, ben ik welkom? Ik druk even op de bel. Ik hoop dat er wordt opengedaan. Hij ziet me en hij... Oh, waarschijnlijk weet hij niet hoe de deur open moet. Is dat het? Dan probeer ik het op deze manier. Oh my gosh, dude. Ik ben letterlijk naar binnen geglitcht. Ja, hier wil ik wel blijven. Wacht, wat? En ik maar denken dat hij niet wist hoe Roblox werkt. Maar gelukkig heb ik een manier om alsnog in dit gebande huis naar binnen te gaan. Tenminste, ik ga het proberen. Ik ga hier namelijk gewoon scheppen. En dan zit ik onder de grond. En als ik dan nu naar boven graaf... Wow, ben ik binnen in het gebande huis. En hé, ik lust op zich wel een appeltje. Dat heb ik verdiend na al dat graven. En via hier kan ik dan ook gewoon weer ontsnappen. Oeh, kijk dan. Dit is ook wel een goede plek. Om bijvoorbeeld een tent op te zetten. Niemand weet dan dat je hier bent. En je kunt gewoon lekker een nutje doen. Er zijn zoveel geheime plekken in Brookhaven. Alleen ik heb mijn kloon nog steeds bij me. Wacht, ik heb misschien wel een grappig idee. Het is namelijk toch nacht. Dus wat ik ga doen is ik ga naar Club Brooks. En als ik dan hier op deze bank ga zitten, jullie weten het inmiddels al, dan kan ik dus met deze bank spelers met mij meenemen. Let's go, ik heb mijn kloon op de bank. Dat klinkt zo grappig. En als het goed is kan ik 2 spelers tegelijk meenemen. Wacht, ik wil... Ja, is het gelukt? Volgens mij wel. Ja, ik heb er 2. En als ik dan nu iedere keer een andere bank kies, gaat de bank er ook steeds anders uitzien. Ik heb nu een boekenkastbank. Ik heb nu een hackerbank. Ik heb nu zo'n niet betreden bank. Ik heb een krantbank. Ik wil eigenlijk een regenboogbank. Kijken wat... Ik heb de Brookhaven bank! De kans dat je die krijgt is minder dan 1%. Oké, wacht. Ik wil kijken of ik nog een zeldzamere kan krijgen. Dit is een smoorbank. Deze weet ik niet eens. Dit is de noobbank. Ze blijven ook zo netjes zitten. Ik vind het fantastisch. Oké. We gaan gewoon even kijken welke we allemaal kunnen krijgen. Confettibank. We hebben hier een gezichtbank. Stel voor, ik neem deze bank nu mee. Met 2 spelers erop. Ik klim naar boven. En ik ga dan met 2 spelers in de helikopter. Dat kan! Ik heb de bank in de helikopter. Mijn kloon zit naast me. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ik ben helemaal aan het glitchen. En jullie raden misschien al wat ik wil proberen. Wat als ik nu deze bank loslaat? Gaat de speler die erop zit dan naar beneden?
Oh my gosh. Ik weet niet of je het zag, maar de speler is naar beneden. En ik heb mijn kloon hier. En we gaan letterlijk onder de map door. Ik kan de banker trouwens nog steeds bijpakken. En iedere keer gaat hij er dan weer anders uit. Ik heb een pizzabank. Ik zit letterlijk onder Brookhaven. Oké, wacht. Ik ga een stukje naar boven toe. Want ik wil eigenlijk kijken wat dit mysterieuze kamertje hier is. Oké, ik ga naar beneden. Ik spring eruit. En nu ben ik hier. En die andere speler is er ook nog. Mijn kloon. Maar wacht. Stel voor hij zit op mijn bank. En ik gooi hem over de rand heen. Ik ben zo gemeen. Oh, en nu ben ik hier weer gespand. Maar ik heb de bank nog steeds bij me. Oh, ik heb de premium bank. Je hebt zeg maar premium in Brookhaven. Wat betekent dat je allerlei gezichten en dingen kunt kiezen die andere spelers niet hebben. Zo kan ik bijvoorbeeld, dit zijn alle premium gezichten, deze mega enge ogen doen. Kijk hoe eng ik eruit zie. Oké, we hebben hier een speler. Dus ik pak de bank er weer bij. En ik ga iets heel gemeens doen. Oh, wat? Ik ben letterlijk aan het vliegen. Dude, kijk dan. Ik blijf het zeggen. Elke dag vind ik wel weer een nieuwe glitch in Brookhaven. En het is zo gaaf. Maar ik kan deze speler dus gewoon in het water gooien. Bommetje. Dit was een geniale dag. Oh my gosh. Dit meen je niet. 3, 2, 1. Ik ben een hond die Robux heeft gestolen. Oké, ik ga er snel vandoor. Anders krijg ik hondhuisarrest. En oh nee, er is hier letterlijk gewoon een politieagent. Leg die Robux terug. Nee. Ik ga snel hierin. Wat is dit eigenlijk voor ding? Ik moet er echt vandoor, want die politie zit op mijn hielen. Maar er is een hele goede verstopplek hieronder. Brookhaven. Het is een prachtige stad. En omdat zoveel mensen het spelen, zijn er heel veel servers. Een server is eigenlijk een ruimte waar een aantal mensen in kunnen. En in Brookhaven kunnen er 18 mensen in één server. Dus als je Brookhaven opstart, ben je daar meestal met 17 anderen. Maar wat nou als er 1000 mensen in Brookhaven zouden zijn? Hoe ziet de stad er dan uit? Welkom in Brookhaven. Oh my gosh. Stel voor je start Roblox op. En dit is wat je ziet. Ik heb gewoon zin om nu te dansen. Ik doe gewoon alsof ik Brookhaven speel. En het eerste is het zwembad. Mensen. Het tweede is de weg. Mensen. De bushalte. En zelfs als ik richting de bank loop. Oh my gosh. Nu durf ik de bank niet te overvallen. Er zijn nogal wat getuigen. De kledingwinkel zit vol. Het zit zelfs hier vol. En je kunt er geen eens iets kopen. En oh my gosh. Het wordt alleen maar erger als we richting de school gaan. Er zitten mensen op een dak. Oh, dit is zo chaotisch. Normaal gesproken in Brookhaven is het wel mogelijk om iedereen in de server te leren kennen. Het zijn 17 mensen. Maar hoe ga je de naam van 1000 mensen onthouden? Ik heb nu al medelijden met de leraren van deze school. Ik denk dat het nogal luidruchtig is in de klas. Het voelt letterlijk alsof Roblox overstroomd is. Maar in plaats van water zijn er spelers. Oké, het politiebureau. Je gaat me niet vertellen dat mensen daar vrijwillig binnen zijn. Want als je daar normaal bent in Brookhaven, word je aangehouden. En zelfs hier zijn spelers. En oh my gosh, hier is het ergste. Waarschijnlijk omdat hier de leukste dingen zijn, zoals de ijssalon en de arcade. Mensen zitten op het dak. Ik moet wel zeggen, het is waarschijnlijk wel goed voor de winkels. Ik denk dat die 1000 keer meer verdienen dan normaal. Ik bedoel, kijk de supermarkt. Er staan letterlijk spelers op de pizza. Ja, doe mij maar pizza met schoenzolsmaak. Laat in de reacties weten, in welke Roblox game zou je dit nog meer willen zien? In Adopt Me? In Rainbow Friends? Oh, dat is perfect. Ik had het niet gezien, maar ik ben nu een heel stuk sneller. Er zitten mensen op het dak van het politiebureau. Dat is vragen om naar de gevangenis te gaan. Dit voelt letterlijk alsof ik een obby speel. Alleen in plaats van lasers en obstakels moet ik over mensen heen springen. Het is zo raar. Oh, wacht. De enige plek waar niemand binnen is, is de daycare. En waarschijnlijk is dat omdat niemand hier een baby is. Behalve ik. Gucci Gaga. En nu vraag je je misschien af, Job, waarom kunnen er maar 18 mensen in Brookhaven normaal? Nou ja, denk erover na. Stel voor, al deze spelers moeten in Brookhaven een huis krijgen. Waar ga je die dan neerzetten? Ik denk serieus dat spelers dan onder de map moeten gaan wonen. En waarschijnlijk letterlijk in de lucht. Er kunnen dus ook maar 18 huizen in Brookhaven. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon echt leuk om door de stad heen te rennen. Dit voelt letterlijk als een soort van glitch. En ik denk dat elke wc op dit moment bezet is in Brookhaven. Dus ik wil niet weten hoe het hier gaat ruiken. En even om je geheugen weer op te frissen. Dit is hoe Brookhaven en normaal gesproken uitziet. En ja, er zijn mensen, maar niet 1000. En om eerlijk te zijn, ik snap wel dat er maximaal 18 mensen in Brookhaven kunnen wonen. Dit is zoveel malen beter. Ik kan normaal van de glijbaan afglijden zonder dat ik mijn hoofd stoot. Ik kan rustig kleding kopen, een beetje koffie drinken. Ik lust geen koffie. En ik kan zelfs de bank overvallen zonder dat iemand het ziet. En dat vind ik misschien wel het leukste. Maar stel voor, Brookhaven was 1000 keer rijker. Zoveel Robux, je ziet bijna niks anders. Hoe ziet de stad er dan uit? Oh, hier ben ik echt benieuwd naar. Welkom
in Rich Heaven. Met alleen maar gouden fietsen. En letterlijk bij de spawn heb je gewoon karretjes met goudstaven. In de fontein goud. En op de fontein een schatkist. Met andere woorden, je spant en je hebt eigenlijk al oneindig geld. Dan hebben we hier alleen maar rijke dudes. En ben je nou echt serieus? Gouden auto's. Deze Brookhaven is zo rijk dat er letterlijk geld op de weg ligt. Normaal liggen er hondenpoepjes, oké? Okay? Weet je wat? Laten we beginnen met de supermarkt. Heb je dit ooit meegemaakt? Stel voor je staat nu bij de kassa en je wil afrekenen. Dan pak je gewoon wat geld van de vloer. Alsjeblieft, niemand heeft meer een portemonnee nodig. Maar dat is volgens mij niet alles. Want we hebben hier de kapper, overal Robux. Dan hebben we hier de ijssalon, overal Robux. Waarschijnlijk smaakt het ijs naar Robux. Bleh. En zelfs in de arcade is er overal Robux. En dat is chill, want volgens mij kunnen die arcadekasten best wel duur zijn om op te spelen. Nou ja, je kijkt naar de vloer en je kunt een jaar spelen. Waarschijnlijk 10 jaar. En er staat letterlijk een Roblox logo en een goud standbeeld op het politiebureau. En normaal gesproken is dit de plek waar gevangenen zitten. Nou, nu niet. Ik bedoel, ja, waarschijnlijk is er niemand die de bank overvalt, want er is gewoon... Er zijn overal Robux. Of zitten er misschien wel mensen in de gevangenis, want... Wacht, wat? En deze dude heeft een Dominus. Ik heb nu iets gestolen in de gevangenis. Ja, ik ga hier alvast zitten. Je mag hem hebben hoor. Ik heb er zelf nog 600 thuis. 600? Deze die kostte 10.000. Oké, weet je, laat maar. En hier hebben we ook weer een rijke gast. Maar om heel eerlijk te zijn, is het nog wel leuk als er zoveel Robux zouden liggen in Brookhaven. Ja, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, kom op. En oh ja, de parkeerplaatsen staan letterlijk alleen maar vol met gouden auto's. Maar wacht even, betekent dat dat ik... Jazeker, ik kan erin rijden. Oh, dat gaat een beetje snel. Dat gaat serieus een beetje... Ach ja, ze kunnen vast wel een nieuwe kopen. En wacht eens even, waarom zie ik dat nu pas? Dat daar is letterlijk het Robux logo. Wacht eens even. Net stonden er allemaal mensen op het dak. En nu liggen er Robux op het dak. Stel voor je hebt geld nodig en dan klim je gewoon even je dak op. Ik kan er weer tegenaan. En oh my gosh. Alle huizen in Brookhaven zijn villa's. Oké, okay, kleine house tour. Ook al is dit niet mijn huis. Oké, okay, we gaan naar binnen toe. Het is wel een beetje donker hoor. Dan heb je zoveel geld en dan heb je geen eens een lamp. Oké, okay, er is echt superveel ruimte. En als je helemaal naar boven gaat. Oh my gosh. Dan heb je hier letterlijk je eigen zwembad. Oké, okay, we gaan van villa naar villa. De allerrijkste speler in Rich Heaven, zoals ik het heb genoemd, woont hier. Deze speler heeft een privéjet, zijn eigen vliegtuig dus, een eigen helikopter met landingsbaan en in totaal 1, 2, 3, 4, weet ik veel, 100.000 auto's. Dan heeft hij daar ook nog een zwembad bij en dan heb ik het huis zelf nog niet eens gecheckt. Oh, wauw. Oké, okay, laten we een kijkje nemen. Oeh, dat is wel heel veel licht. Had je dat niet kunnen delen met die andere huizen? Oké, okay, wat hebben we hier? Oh, dit is een soort van kantoor. En dan hebben we hier een waskamer. Ik zie geen bad. Daarnaast hebben we de badkamer. En dan kunnen we nog een verdieping naar boven. En daar hebben we echt gewoon de beste chillplek. Je kunt hier sporten, darten, je kunt gamen. En dan heb je hier een prachtig balkon. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat het best wel snel gaat vervelen. Zijn dat gouden kikkers? Oké, okay, ik neem mijn woorden terug. Dit is zo cool. Neem maar denk erover na. Als Brookhaven er op deze manier uit zou zien, heb je letterlijk in de eerste 10 minuten dat je speelt alles al gedaan. Robux, Robux, Robux staat er op het dak. Er is letterlijk geen uitdaging meer. Wat? Is de weg nou gemaakt van Robux? Ben je serieus? Maar nu ben ik echt heel benieuwd. Normaal gesproken is de enige plek in Brookhaven waar Robux liggen de bank. En ja, dan moet je de kluis openen. En dat mag niet. Maar hoe zit dat in deze Brookhaven? Ben je serieus? Je hoeft niet eens naar boven te lopen om naar de kluis te gaan. Er liggen letterlijk tassen met Robux voor het oprapen. Maar wat als je toch even boven kijkt... Dit is letterlijk een bed met geld. En dan hebben we hier de gouden Dominus. Voor alle duidelijkheid, dit is een van de duurste items in Roblox. Hier krijg je het gewoon gratis. En het zwembad zit gevuld met diamanten en geld. Ouch. Ik denk niet dat je daarop terecht wil komen via de glijbaan. Maar hey, we doen het voor de wetenschap. Let's go. Oké, okay, de glijbaan is letterlijk stuk. Wah, plons. Hey, ik heb deze auto's nog niet geprobeerd. Oké, okay, het geluid is best wel hard. Volgens mij gaat dit niet volgens plan. Oh. Oh, mijn auto... vliegt bijna de map uit. Oké. Okay. Om eerlijk te zijn, ik vind de echte Brookhaven dan toch wel een stukje gezelliger. Geen gratis geld bij de spawn, maar wel een schommel. Geen zwembad met diamanten, maar wel een bushalte. Geen bank met gratis Robux, maar wel een gevangenis. Oké, okay, dan gaan we in de kamer hiernaast kijken. Ah, ik weet het al. Dit is PJ, hoe die eruit zou gaan zien toen de trailer van Poppy Playtime Chapter 2 uitkwam. Uiteindelijk hebben ze hem aangepast, maar dit is hoe die er eerst zou uitzien. En dan hebben we hiernaast... Oké, okay, dit is een instinker. Als je denkt aan een bloem en aan Poppy Playtime, dan denk je aan Daisy de bloem. Maar dit is Flowly, volgens mij. Ja, dit is een karakter wat je in de trailer zag, denk ik. Maar, oh, ik kan hem duwen. Nou, in ieder geval, ik heb dorst, dus ik drink. En dan hebben we het laatste Ik ben in Brookhaven, maar Brookhaven is in de ruimte. En er staat een kristal bovenop de spa. En als ik deze kristal aanraak... Oh, dat ging fout. Dan... Wow, wat is er gebeurd? No!
No way! Dan is mijn zwaartekracht weg. En dat betekent maar één ding. Ik kan vliegen. Ja, maar Job, wat betekent dat? Dat ik elke planeet in de Brookhaven ruimte ga bezoeken. En we gaan naar de eerste. Oh man, het is zo creepy. Ik heb een beetje hoogtevrees. Dit hier is de eerste planeet. En wat staat er bovenop? Wow, wacht eens even. Het is Robux, man. Met superveel Robux. Maar de grote vraag, kan ik deze Robux meenemen? Wow, wacht, wat? Meen je dit? Volgens mij zit ik in de Robux-planeet. En wat hebben we hier? Het is een Robux-huis. Maar wat zit er dan binnen? Oh my gosh. En ook de Squid Game Guards zweven. Geen zwaartekracht. No way. Ik heb een zak met Robux. En als ik op die andere druk, heb ik een zak met Tix. Tix was het eerste betaalmiddel in Roblox, voordat er Robux waren. Dankjewel, jongens. Wow, dat is een hoop. En ik ben weer veilig geland. Maar klaar zijn we nog niet. Want hoger dan de Robux-planeet hebben we de maan. Wauw. Oké, wat is er op de maan? Wacht eens even. Is dat een UFO? Zijn dat koeien? Oké, dus ik ben officieel geland op de maan in Brookhaven. Moe. Dat is hooi in koeientaal. Oké, 3, 2, 1. Oh my gosh. We zitten in de maan. En we hebben hier een huis. Maar van wie is dit huis? Oh. Oké, er is geen deur meer. Weet je wat? Hier heb je wat Robux. Kun je vast wel een nieuwe deur van kopen. Oké, laten we eens even kijken. Talking Ben? Ik ben aan het bellen. Laat me met rust. Heb je verbinding op de maan? Oké, het zal wel. En wat hebben we hier? Oh nee, en ook die deur is stuk. Een soort laboratorium. En dan hebben we hier de slaapkamer. Dat betekent dat we twee planeten hebben bezocht. Maar als ik naar rechts kijk, hebben we daar de derde. Reageer maan in de reacties. Als je de video nog steeds kijkt. Je bent een baas. Of een taco! Nee, Bob. Tuurlijk niet. Oké, we zijn bijna op, wat is dit? Mars? Ik hou meer van Twix. Snap je hem? Mars is ook een chocoladeding. Maar dit is natuurlijk een planeet, dus vandaar dat het een grapje is. Oké, we hebben hier een raket. Nu ben ik echt ongelooflijk benieuwd. Van wie is deze raket? Wacht even. Eén manier om daarachter te komen. Wednesday? Ik heb geen zin in jou. Oh, nou, dat is een leuke begroeting. En dan hebben we hier die enge hand. Weet je wat? Het zal wel... Oh, oh. Oh, wacht. Wat? Dus dit zit er in Mars. In Brookhaven. Ik dacht dat er karamel in zat. Snap je een Mars? Chocola. Er zit karamel in. Oké, we hebben hier een soort van huisje en... Oh, alles is doorzichtig. Oké, ik ga er vandoor. Want als je dacht dat we klaar zijn... Nee, nee, nee. Ik zeg drie keer nee, want we zijn echt nog niet klaar. We verlaten Mars namelijk. En we gaan door naar misschien wel de heetste planeet. De heetste planeet? We zijn onderweg naar de zon. Het is zo gaaf om geen zwaartekracht te hebben in Brookhaven. Je moet je voorstellen, je overvalt de Brookhaven bank. En alles wat je doet is in de lucht springen. En een scheetje laten. Nee, Bob. Tenminste, als je een scheetje laat en je doet het in de lucht, hebben wel minder mensen last van. Dus eigenlijk heeft Bob gelijk. Oh, we zijn er. Wacht eens even. Wacht, ben je serieus? Is dat een lantaarnpaal? Dus al die tijd dat ik dacht dat de zon ons licht gaf, is het een lamp. In het echt waarschijnlijk niet. Maar we hebben wel de zon Dominus. Die is gaaf. Die is cool. Oké, we hebben dus nu een aantal planeten gehad, maar volgens mij... No way. Oké, dat moet de laatste planeet zijn. Dus ik ga weer onderweg. Er zijn natuurlijk best wel wat voertuigen in Brookhaven. De auto, de boot, de fiets, het skateboard. Maar er is geen vliegtuig. Wel, er is wel een vliegtuig. Ik bedoel raket. Er is geen raket. En eigenlijk zou het best wel gaaf zijn als je in de echte Brookhaven naar de ruimte zou kunnen. Wat is dit? Wat voor planeet is dit? Is dit een vuurplaneet of zo? Oh my gosh. Oké, er zijn geen andere planeten meer. Dus volgens mij is dit de laatste. Oh, oh, oh. We hebben de lava Dominus. Het is een Dominus van lava. Deze is zo cool. Maar nu we alle planeten hebben bezocht, is het denk ik tijd om naar beneden te gaan. En ik ben er weer. En ik heb nog steeds mijn Robux. Maar stel voor, je zou Brookhaven combineren met andere games. Fortnite, Poppy Playtime, Among Us en nog meer. Hoe zou het er dan uitzien? We hebben hier de spawn. En dan hebben we deze Fortnite bosjes. Waarin je je perfect kunt verstoppen. En we hebben hier de Poppy Playtime trein. Uit chapter 2. En dan hebben we letterlijk... Wacht, voordat ik hier verder ga. Ik ben veel te langzaam. Wacht eens even, wat ligt hier? In de fontein ligt een Squid Game kaartje. Dat is letterlijk de uitnodiging die je krijgt van de Squid Game Guards om een Squid Game te spelen. Maar hier hebben we dus de Poppy Playtime trein. En hier hebben we de Poppy Playtime speler die op de bus wacht. Maar dit is een trein. Oké, wat hebben we nog meer? Oh my gosh, het is Daddy Longlegs. En die is net van de glijbaan gegleden. Het is zo raar om al deze Poppy Playtime posters in Brookhaven te zien. Ik bedoel, ik ken ze allemaal. Maar dat is uit Poppy Playtime. Oké, dan hebben we de daycare. Laten we daarmee beginnen. Wacht eens even. Oh my gosh. Baby Longlegs. We zouden Baby Longlegs kunnen adopteren. Maar ik wil graag blijven leven. Oké, weet je wat? Misschien... Oh, wow.
kan. Fortnite, Squid Game, TutsTuber. Cool. Oké, weet je wat? We gaan een kijkje nemen. Hier zo. Ik heb geen idee. Wacht eens even, wat? Dat is de oudste computer ever. Oh my gosh, laten we weggaan. Nou, we kunnen hierachter wel even kijken. Een YouTube-vlag? En een soort van playbutton? Oké, dat is cool. Ik wil een kijkje beneden nemen. Misschien is het een soort van... Wow, er ligt ook allemaal frisdrank op de grond. En ik kan het drinken. Smaakt goed. Maar wacht even, dit is een soort van YouTube-kamer. We hebben hier een green screen. We hebben de zilveren en de gouden playbutton. En we hebben de beste gaming setup ooit. Dit is zo raar. Ik bedoel, het is alsof ik in het echt een video maak, waarin ik een video maak in Roblox. Maar oké, het is cool. En ik kan al deze drankjes hier dus meenemen. En dan allemaal drinken. Oh, ben je serieus? We hebben hier zelfs een auto... Hé, ga weg. Een automaat. Oké, weet je wat? Ik wil de roze proberen. Let's go. Is die even lekker? Smaakt precies hetzelfde. Stel voor jij had een soort van snoepautomaat, een vendingmachine... of in ieder geval zo'n ding waar je eten en drinken uit kunt halen op je kamer. Wat zou je willen dat erin zit? Is er een bepaald drankje of een bepaald soort snack die je echt graag zou willen hebben? Oh ja, dit is trouwens heel cool. Alleen ik kan het nu niet gebruiken, want bij een green screen haal je de achtergrond weg. Alleen ik ben zelf groen. Dus als ik het nu probeer... haal ik mezelf weg. Oké, we gaan er snel vandoor. Want ik heb zo'n gevoel dat er meer te verkennen is. Zo hebben we hiernaast de kledingwinkel. Is dat een Squid Game pop? Oh, check hoe gaaf. En no way, er is nieuwe kleding. Speler of guard? Ik ben de Squid Game guard. En ik heb dorst. En dan hebben we hier de Brookhaven bank. Ik ben benieuwd of die nog hetzelfde is. Waarschijnlijk wel... Dat zijn V-Bucks. Oké, kleine quizvraag. In welk spel gebruik je V-Bucks om dingen te kopen? Reageer het hier beneden. En dit is echt super random, want hier hebben we ineens Minecraft. En we hebben zelfs de pickaxe. Wauw, dat zijn heel veel diamanten. Sorry, ik blijf doorstemmen. Oké, we gaan snel weer naar beneden toe. Want volgens mij is er nog meer. Sowieso vind ik dit wel echt heel gaaf hoor. Is er eigenlijk wel een trein in Brookhaven? Volgens mij niet. En dan hebben we natuurlijk het restaurant. De plek waar je lekker kunt eten. Of... opgegeten kunt worden. Huggy Wuggy achter de balie. En er zijn overal donuts. Ik moet zeggen, donuts zijn pittig lekker. Maar ze zijn allemaal van mij. Ja, zoiets dacht ik al. Ik ga er vandoor. Oh, dat is zo creepy. Het Poppy Playtime masker. En wacht even, betekent dat dan dat het hotel is overgenomen door Poppy Playtime? No way. Dit gaat een soort van quiz zijn. Oké, het eerste karakter is Poppy Playtime. Ik heb het goed. Oké, het tweede karakter... het tweede karakter, dat is... Oh, heet die ook alweer? Ik wou zeggen Banzo Bunny, natuurlijk niet. Dit is het surprise ei, de surprise haas. Ik heb het goed. Oké, ik ben bang. Abonneer als je heel de video hebt afgekeken. Je bent een baas. Doei!